Omdat je wel visies alleen kan maken en visies alleen kan schrijven, maar zonder stakeholders betekent die eigenlijk niks. Het is namelijk met hen en door hen dat je bijkomende inzichten verwerft en dat je ook een visie kan gaan maken die gedragen is en je daarna samen ook kan realiseren. Ik ben echt heel blij dat we als sector van transport en logistiek mogen nadenken, mogen mede strategieën bepalen over hoe onze mobiliteit er moet en ook mag uitzien over 10, 15, 20 jaar. En ik ben van oordeel dat deze oefening ook heel belangrijk is om zoveel als mogelijk op basis van een gelijke visie de juiste maatregelen te nemen om die toekomst voor te bereiden. Ik vind het sowieso boeiend om op een evenement als deze te zijn, omdat je de kans krijgt om heel veel mensen te leren kennen en om eigenlijk heel veel verschillende perspectieven te kunnen beluisteren op vlak van mobiliteit.